Hey schat, ik ga even naar de Formino. Oh leuk, daar ga ik mee. Dan kan ik allemaal meubeldingen of zo kijken. Of verfkleurtjes uitkiezen. Echt superleuk. Wacht, ik ben in 1 minuut klaar om mee te gaan. Hey, goedemorgen. Ik kom net uit de douche. Oh, dat ziet... Ik had even moeten zeggen dat het er niet zo mooi uitzag. Dan had ik het even... Oh, sorry hoor. Ik ben de stylist die jou kan adviseren. Nou goed, ik had dus deze haarband. Nee, dat ziet er goed uit, ja. Zij heeft ook dezelfde haarband. Die had ik een tijdje geleden, ik weet niet meer van wie. Ik zal een linkje in de beschrijving doen, dan heb ik die toegestuurd gekregen. En die heeft allemaal haarbanden voor moeder en baby's. En ik vind hem heel erg leuk. En ze kan hem nu eindelijk aan. Hij is bij haar wel een beetje, ik vind hem niet super zo van... Ik vind het leuk dat het dezelfde kleur is, maar bij haar is het meer een tulband. En bij mij is het wel meer gewoon een haarband, dat vind ik een beetje jammer. Ja, dat het leuk zou zijn, een soort van strik of zo erop. Maar goed. Ik vind stiekem twinning echt heel erg leuk. Ik weet dat het echt een beetje je ding moet zijn, maar ik vind het heel erg leuk. Als moeder en dochter af en toe gewoon dezelfde jurk of dezelfde dingen dragen. Tot nu toe gaat het elke keer niet expres. Bijvoorbeeld zij draagt nu stipjes en ik draag ook stipjes. Ik heb dan gewoon zin in stipjes en dan draag ik bij haar ook stipjes. Vaak draagt zij streepjes, draag ik ook streepjes, want ik heb dan ook zin in streepjes. Gisteren droegen we bijvoorbeeld allebei bijna dezelfde kleur rode broek. Ja. Dat gaat heel erg vanzelf. Maar ik vind het ook wel echt heel leuk. Oh, Sarah, jouw voetjes. Oh ja, flex de doos. Ja, flex de doos. Maar die voetjes echt. Ik dacht dus altijd dat dit schattigheid. Als ik tegen andere mensen zei, oh, wat hebben jullie een schattige baby. En kijk dan die handjes en die voetjes, weet je wel. Dan had ik altijd het idee dat die ouders zeiden, ja, ja. Zo van, dat ze er al helemaal aan gewend zijn. Dat ze het niet meer echt zien. Maar ik merk nu ik moeder ben, ik blijf het echt. Dat ik denk, oh die voetjes en oh die spekarmpjes. Hey. Dat ik denk, oh kijk nou die kleine vingertjes. Alles en dit, die beentjes. Ja, de broekje is wel een beetje te klein. Maar meer in de zin van, je blijft het echt zo geweldig vinden. Ik dacht dat het zou stoppen. Stop niet, je blijft het echt geweldig vinden. Ik weet zeker dat je de goede hebt. Ja, dat is... Maar weet, ik heb nergens op geklikt. Ik heb echt nergens op geklikt, wat raar. Ik vond het echt heel eng. Ja, maar serieus, ik heb zo hier overheen gebogen. En dan begon zo langzaam... Tuk, tuk, alsof zijn oog even knipperde, want de lichtjes gingen even aan. Ja, dat doet hij wel vaak, want dan is hij zijn dok kwijt. Heb je heel lichtjes tegenaan gestoten en dan is hij de verbinding met zijn dok kwijt. En dan gaat hij op zoek naar zijn dok. Ik was zo, oh, schat, jij zijn huisje. Ik ben zeker dat je de goede draad hebt getrokken. Die toch? Van de piano, toch? Ja, die. Hans, ik wil het ook gelijk opbouwen. Dat moet naar bij de vloerwarmer. Oh, en ik heb nog iets wat ik vandaag echt wil gedaan hebben. Ja, we zijn echt bezig met allemaal plusjes. Maar de spiegel moet vandaag. Aan het einde van de vlog zie je de spiegel. Maar, is goed, maar jij moet dan bepalen waar die komt. Ja, ja. Oh, samen. Ja, maar je weet waar ik hem wil hebben. Dat vind jij niet mooi. Is goed, maar zeg dan waar die wel moet. Oké. Okay. Nou, ik zal straks de hele gang leeghalen en dan ga ik kijken of het er is. Lijkt me een goed idee. Ik ben boven de verwarming, de ketel en alle leidingen zeg maar aan het aftappen. Ik laat dat wel even eerst zien. Oh, het is weer zo'n bende op zolder. Moest ze lachen de vorige keer dat ik dat zei, een maand of twee geleden. Toen zei ik hier van, oh sorry voor de bende. Toen reageerde iemand ook in de comments, jongens, het is altijd een bende bij jullie op zolder. Dat klopt, zie je echt een bende. Hier zit nog een verwarming, omdat hier voorheen een muur stond. Dus die verwarming moet weg. Die ga ik nu afkoppelen. Ik moet nog iets anders aan de verwarming doen, dat ga ik gelijk doen. Want de verwarming helemaal leeg laten lopen is heel veel werk. Ik laat nu de verwarming leeglopen, dan verplaats ik deze. Ik laat de leidingen leeglopen, dan verplaats ik deze verwarming. En dan installeer ik nog een bypass. Dat is misschien wel interessant voor de mensen die dat interessant vinden. Dit is een bypass. Kijk, bypass. Wat dit doet, is ervoor zorgen dat er geen overdruk in de ketel kan komen. En op het moment dat jij... een zelfregulerend systeem hebt, wat wij dus hebben, waarbij iedere kamer, in iedere kamer zit een thermostaat die dus op zichzelf kan beoordelen, oei, ik vind dat de ketel nu aan moet. Op het moment dat jij een zelfregulerend systeem hebt, dan is het dus nodig dat je een bypass installeert. Hadden we nog niet gedaan, gaan we nu wel doen, nu we toch bezig zijn. Maar ik was dus hier in de gastenkamer, er zit een aftappunt. Dus dan pak ik hier uit de badkamer even mijn teltje, kijk. Wel waar, hou je mond. Sifra die klets over de baby's van me mee. En hier zit een aftappuntje. Nou, het valt nu wel mee. Net was er echt heel zwart water. Maar nu wacht ik totdat die vol is. En dan koppel ik hem af. En dan loop ik een keer 20 op en neer. Totdat de leidingen leeg zijn. Want ik wil de verwarming die op zolder zit, die wil ik verplaatsen. Dus dan die wil ik daar zeg maar
Dan moet die eerst daar leeg zijn. Maar de vorige keer heb jij onze leidingen leeg laten lopen. Maar hoe weet je dat die ver genoeg leeg is dat, je, dat op zolder er in ieder geval geen water meer in staat? Omdat je gewoon leeg. En je moet boven dus even op de cv-keten, dan kan je het ontluchtingskraantje openzetten. Ja. Want anders blijft het zo'n lucht wel in zitten. Dus je moet het kraantje moet je eigenlijk even openzetten boven. Oké. Okay. Op je, dat is het hoogste punt zeg maar, die nou dat zit boven je cv-keten. En volgens mij zit er bij je expansie wat ook heen, die kan je ook even open draaien. En dan moet je gewoon beneden in die logeerkamer, of in de gastenkamer. Ja. Moet je hem even afstappen, net zolang dat er geen water eraan komt. Oh, dus hij moet, eigenlijk hier moet hij helemaal leeg zijn. Ja. Kijk, dat is toch handig, want dat wist ik dus niet. Oké, okay. Die gaan we eerst openzetten. Sifra vindt het echt vreselijk als ik dit doe. Nu val, hè? Maar dat doen we niet. En dan de ontluchting van deze ook openzetten. Van, dus de vorm die weg moet, zei hij. En dan gaan we weer verder met deze leegmaken. De verwarming is nu afgekoppeld, dus die kan weg. En dan deze leidingen, want die lopen nog ietsje verder door. En dan verhuizen we deze verwarming naar de andere kant van de kamer. Daar zit de andere kant van de hoofdleiding. We hebben er twee. En dat kan nogal lastig zijn, want kijk. De buis die in de koppeling zit, ja mijn telefoon staat daar, dat is mijn lichtje. De buis die in deze koppeling loopt, loopt tot hier. Die loopt tot achter deze ring. Dus dat betekent dat hier een deel geen buis zit. Maar deze koppeling is kleiner dan de koppeling die er zit. Dus dat betekent dat je waarschijnlijk in totaal ongeveer een centimeter buis tekort komt. Maar volgens mij zit deze buis een beetje los. Kan ik daar een beetje aan trekken. Dus dat hoop ik maar, anders heb ik een beetje een probleem. Maar eerst moet ik hem los zien te krijgen überhaupt. Kan zien, maar dit was mijn troef. Hefboom effect. Dus die pijp die ik net heb gepakt, heb ik gewoon in mijn steeksleutel gezet. En hiermee hou ik de andere leiding vast. Op. En hij is los. Ah. Hey schat, ik ga even naar de Formino. Oh leuk, daar ga ik mee. Dan kan ik allemaal meubeldingen of zo kijken. Of verfkleurtjes uitkiezen. Echt superleuk. Wacht, ik ben in 1 minuut klaar om mee te gaan. Ik word er wel heel zen van. Het gaat om loslaten. Innerlijke rust. Ze komt vanzelf een keer opdagen. Daar is ze. Hans die weet al wat ik ga doen. Hij moest nog even binnen wat voor zijn werk doen. We staan op het punt van het vertrekken en hij krijgt een appje dat hij iets moet doen, nu meteen. Ja, we gaan ook zo, liefie. Ja, we gaan ook zo. Maar ik moet heel erg lachen, want ik wilde natuurlijk gaan vloggen. Op wie is het nu weer wachten? Want het is echt voor het eerst in lange, lange tijd dat ik op Hans in de auto moet wachten. Ik moet wel eens thuis op hem wachten, hij vaker op mij. En in de auto op hem wachten, dat hebben we al lang niet meegemaakt, hè, Zara? Heb je dat überhaupt al eens meegemaakt in je leven? Ik heb nog helemaal niet gereden in deze auto met het spiegeltje wat we er hebben daarachter, dat ik jou ook echt kan zien. Maar, oh wacht, ik kan jou wel zien, maar niet heel goed vind ik. Ik ga hem denk ik even verstellen. Weer zo. Altijd heel op dezelfde wachten. Zo vervelend. Ik kan haar niet goed zien. Kan ik haar weer... Ja, nu kan ik haar beter zien. Jij had die hoofdstand niet op de hoogste stand gedaan. Ik zat hier met deze... Lukt het jou wel? Ik kreeg hem niet hoger. Ik kwam nog een heel stuk hoger. Misschien... Wow, wat een kracht. Ik twijfelde nu of hij wel vast zat, die hoofdsteen. Ja, nu zit die beugel... Zo, wacht. Doe je hem nog eens wat hoger wat je net had? Zo zie je er heel goed. Zo, ja, perfect. Ja, oh, nog iets naar beneden kan dat? Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Hey Zara! Achter nog een keer. Wat moet je doen? Kijken of het hier nog wat steviger kan. Ja, het was best lastig om te monteren, vond ik. Nee, dit nog niet. Hey Zara! Hey!
is met de mond open. Hey meisje. Hallo. Ah. Kom, we gaan bitchen. Jij zei. Nee, maar dit vind ik niet... echt gemeen. Wat ben je nou aan het doen? Dit is helemaal geen vorm in de hoofd. Nee, jij zei dat je niet op me zou gaan bitchen. Dat zei je net. Je was al zo eager. Ik rij wel, zegt ze. Wat gaat ze nou doen? Ja, maar lieverd, ik snap, begrijp het ook niet. Wat vind jij ervan? Ik vind het ook lang duren hoor. Zal ik een liedje voor je aanzetten? Kan dat? Dat oh, dat kan. Mag ik heel even? Ik vind dat zo gek, maar altijd als ik hier bloemen afreken... Ja? Dan pak ze nooit meer bloemen in. Maar het is zo'n borstje eucalyptus, dat pak ik dan zo, dat druipt nog van het water. Ja. En dan geven ze dat zo aan mij. Dan moet je dan echt vragen om inpakken? Ja, dat dit niet eens inpakken is. Hè. Dit is gewoon papier eromheen. Maar je hebt inpakken voor... Ja, je hebt precies cadeautje. En cadeautje. Gewoon... En dit is gewoon meenemen. Je moet gewoon stangen voort en gewoon nu iedere keer gaan zeggen, nee, het is cadeautje. Hele poespas. Ja, lintjes. En lintjes, alles. Oké, okay, luister, komt die formule naar ons toe? Of hoe gaat het? Ja, jij vroeg al een paar keer... Wat is dit nou even toeristische route? Ik zei, nou, het zal wel, ik mag me niet met jou rijden bemoeien. En ik dus zei, ga even lekker Instagrammen, dat doe ik altijd. Nu gaan we, mooi jongens. Gas op de toeter. Ja, Sarah, we gaan. Kijk, Sarah, en als je dan ooit je boekensteun wil ophangen, dan gebruik je deze dingen. Deze houten vind ik heel erg mooi. Die moet je niet gebruiken, maar die of die. Oké? Okay? Ze zit vol verbazing. Ga even kijken wat ik nog meer aan je kan uitleggen over hier in de bouwmarkt. En daar is Marco Polo. Zo moet je je dus gedragen voortaan als jij met mij gaat winkelen. Gewoon rustig wachten, niet opdringen, niet ongeduldig rondjes gaan lopen, niet zeggen hoeveel kledingstukken nog, wanneer gaan we naar het pashokje, zijn we al klaar. Ja, leuk. Ja. En voor jou geldt hetzelfde, mevrouw. Je hebt nu ook geen honger, je hebt nu ook geen vieze luier. Waarom wel als ik ga shoppen? Als ik ga shoppen op de een of andere manier de laatste tijd, is het altijd met deze twee hier te miepen. Altijd. Oké, okay, ik wil niet altijd crap geven over deze bouwmarkt, maar ik blijf me wel altijd geïnspireerd voelen. Gewoon zo'n waterkraantje tussen je zitplek buiten. Dit is echt inspiratievol. Dit was de vorige keer de plek waar ik toen... buiten allemaal rotte planten zag dat ik zei, oh, dat kun je echt niet meer verkopen. Dus het voelde alsof ik altijd crap op hen geef, maar dat is niet zo. Ik zeg ook niet welke bouwmarkt het is. Formule, wat? Nee. Het is een grapje. Ik ga wel liever naar Gamma. Maar dat is puur omdat deze gewoon heel klein is en dan zie je vaak niks weten. Wat? Sorry, dan ben ik alsnog crap aan het geven. Oh, wat gemeen. Dit is echt niet wat ik bedoelde, sorry. Ja, wat? Hele dingen kunstjes voor je doen, ik kijk niet eens. Sorry. Mama gaat kijken. Doe jij de auto open? Nee, mama kijkt. Nee. Laat maar zien. Jawel, laat maar zien aan mama. Volgende keer beter. Nee, laat maar zien. Mama doet de auto niet open als je niet dit kunstje laat zien. Ah, je kan hem op je vinger houden. Dat is met kinderen, die weten niet dat dingen al cliché zijn, want die denken dat ze iets nieuws kunnen. Laat maar zien. Nee, doe nog die auto open. Hij is al lang open. Doe maar. Ik kan dit zo lang doorgaan. Oh, jammer.